U heeft een vacature en u wilt iemand aannemen van buiten Europa? Wanneer er geen geschikte kandidaat is in zowel Nederland als de rest van Europa, kunt u een werkvergunning aanvragen. Op uwv.nl is meer te lezen over de verschillende vergunningen. Wanneer u een werkvergunning aanvraagt, voert UWV een arbeidsmarkttoets uit. Dat betekent dat UWV onderzoekt of er geen werkzoekenden zijn die zonder werkvergunning mogen werken. UWV onderzoekt daarom uw vacaturemelding en uw werving. Daarnaast toetst UWV of uw betrokkenen een marktconform salaris biedt. Er is een aantal voorwaarden waar de werving aan moet voldoen voordat u de werkvergunning aanvraagt. Onder werving verstaan we alles wat u eraan doet om de vacature te vervullen. Zoals het inzetten van advertenties, vacaturesites, LinkedIn en uitzend- en detacheringsbureaus. Alle vacatures dienen daarnaast gemeld te worden bij UWV of plaatst u zelf op werk.nl. Tegelijkertijd gaat u aan de slag met de werving in zowel Nederland als Europa en gebruikt u daarbij meerdere media verspreid over minimaal 3 maanden tijd voordat u de aanvraag kan indienen. Ook is het van belang dat u werft op de wijze die gebruikelijk is binnen de functie en sector. Tot slot richt u zich uitsluitend op kandidaten die zonder werkvergunning in Nederland mogen werken. Dan de vacaturetekst. U gebruikt een wervende tekst en benoemt daarin de functie, functievereisten en de werkgever. Bij de functie is het van belang dat u deze toelicht en daarbij de taken en verantwoordelijkheden vermeldt. Bij de werkgever vermeldt u de naam en plaats van de vestiging. Benoem de arbeidsvoorwaarden en richt de advertentie ook op kandidaten die nog niet aan alle functie-eisen voldoen door het aanbieden van interne opleiding. Zijn er zaken die uw vacature aantrekkelijker maken, zoals een hoog salaris? Vermeld deze dan vooral. Heeft u na de werving geen kandidaat gevonden in Nederland en Europa, dan kunt u de werkvergunning aanvragen. Daarbij levert u van alle wervingen de vacaturetekst en het bewijs van de plaatsingsperiode. Verder levert u een overzicht van de kandidaten die op uw werving hebben gereageerd. Daarbij legt u uit waarom zij niet geschikt zijn voor de vacature. Meer weten? Op uwv.nl vindt u meer informatie.